hindernissen ben ik dan toch achter deze microfoon terechtgekomen. En daarom heb ik de eer u vanmiddag voor te mogen zitten. En mijn eerste punt van orde is dat ik met veel genoegen mag aankondigen. Professor Swaap, bij velen beter bekend als Dick Swaap, bij vele anderen denken dan ook onmiddellijk aan het Herseninstituut van de Koninklijke Academie, waar hij een groot deel van zijn loopbaan heeft doorgebracht en eigenlijk nog. We hebben geconstateerd dat zijn vermaardheid nu zo groot is geworden, dat hij zelfs anonieme tegenstanders heeft opgeroepen die pamfletten tegen zijn verderfelijke leer in de zaal hebben neergelegd. Men heeft wel gemeend het anoniem te moeten doen. Nou, ik ben degene hoor die vrij heeft. Oké, Lisa. Ja. Maar ja, ik vind het toch altijd sympathieker als de naam er recht onder staat. Dan weten we met wie we te doen hebben van tevoren. Maar ik waardeer het dat u zich meldt. In ieder geval, je ziet dat alleen maar bij werkelijk gemaakte mensen gebeuren. En daar zijn wij gelukkig. Dick Swaap hier vanmiddag hebben. Iedereen behoeft geen kans, dus ik geef het woord aan Dick Swaap. Nou, bedankt voor uw ondersteunende inleiding. Ik heb dit citaat van Nick Walker, dus gebruikt als titel en als samenvatting van mijn verhaal. Om ook aan te geven dat het eigenlijk niks nieuws is. Het enige nieuwe is dat we langzamerhand aan de mechanismen toekomen die de achtergrond vormen van al deze zonderlinge verschijnselen die uit het brein kunnen voortkomen. Een van die zonderlinge verschijnselen heeft enorme aandacht gekregen en dat zijn de bijna doodervaringen. Tim van Lommel heeft daarover een boek geschreven. In eerste instantie heeft hij een goed stuk geschreven in de Lancet. En die bijna doodervaringen zijn echte ervaringen. En die heeft hij ook goed beschreven in dat stuk. Alleen zijn interpretatie die hij een subtitel heeft meegegeven, een wetenschappelijke visie op bijna doodervaringen, is een misleiding. Je kunt al die fenomenen die zich voordoen tijdens zo'n bijna doodervaring niet verklaren uit hersenmechanismen. De uittreding, het idee dat je het lichaam verlaat, komt omdat er een deel van de hersenen wat normaal de informatie verwerkt uit onze spieren, uit ons evenwichtsorgaan en uit het zien. En die informatie combineert tot de stand in de ruimte, tot dat deel van de hersenen onder zuurstoftekort leidt. En dan gaan de beelden van jezelf gaan draaien en je hebt het idee dat je buiten je lichaam komt te staan of te liggen. Dat zweven, dat hoort er ook bij. Er zijn patiënten geweest waarbij gekeken is welke delen van de hersenen een neurochirurg zou moeten afblijven bij het weghalen van een lesie. En dat kan een littekentje zijn of een tumor. En dan worden er op de hersenen elektrodes gebracht. Die worden gestimuleerd om die hersengebiedjes uit te schakelen. Maar je kunt daarmee dan ook, omdat die mensen bij kennis zijn, zien wat de functie van het deel van de hersenen. En bij een vrouw die op de operatietafel lag, heeft blank geregistreerd, dat die vrouw zei, hey, mijn armen worden korter, mijn benen worden korter, ik ga zweven. En had het idee dat ze uit de lichaam opsteeg bij de stimulatie in dit gebiedje hier bij die pijl. De gyrus angularis. En dat is dat gebied wat informatie uit verschillende gebieden van de hersenen. Waar zit het plaatje dit waar u over praat? Oh, dat is wonderlijk. Ik zie ze wel hier. Bij die pijl, dat gebiedje in de hersenen waar informatie uit
het evenwichtszintuig en informatie over de stand van de ledemaat en het zien bij elkaar komt. En dat gebied bij zuurstoftekort schiet het de verwerking tekort en krijg je dus het idee dat je uit het lichaam treedt. En als dan zo'n elektrode wordt afgezet, dan vloekt die patiënt in haar idee meteen terug in haar lichaam. Maar er gebeurt niks als je dat bekijkt op de operatietafel. En er zijn ook mensen die een neurologische afwijking in dit gebied hebben en die soortgelijke ervaringen hebben. Nou, Pim van Lommel, zijn verklaring die hij wetenschappelijk noemt, is dat ons bewustzijn in de ruimte om ons heen zit. En wij pikken dat als lichaam en als hersenen pikken wij dat op. En we dragen de tijd met ons mee. En als we doodgaan, dan wordt het weer overgedragen aan een ander lichaam. Bij een bijna doodervaring zou dus het bewustzijn buiten het lichaam blijven voortbestaan. Hij zegt, het moet buiten de hersenen blijven voortbestaan, want als een EEG wordt afgeleid, elektrische activiteit wordt afgeleid van de hersenen, dan zie je dat bij zo'n patiënt die een bijna doodervaring heeft, er een periode is van geen EEG. Dat is plat, dus er is geen werking van de hersenen, dus die hersencellen die doen niks. En kunnen nooit informatie verwerken. Hij bedenkt niet dat er een periode is waarin je naar dat bewusteloze toe gaat en er ook uitkomt. Dat zijn periodes waarin het brein wel degelijk werkt. Maar het is eigenlijk veel erger, want als wij hersencellen uitnemen van weefsel wat we ter obductie krijgen, binnen 10 uur na het overlijden, en we maken er dunne plakjes van en we kweken die, en dat ziet u dan in het volgende plaatje, dan blijken die cellen, wanneer we ze verkrijgen, binnen 10 uur na het overlijden, nog prima te functioneren. En dat functioneren, dat gebeurt gedurende maanden nog. Iedere blauwe hersencel hier is een hersencel die een virus heeft opgenomen waarin een eiwitgen zit, wat je normaal niet maakt in hersencellen. En iedere cel die blauw kleurt, laat zien dat die hele machinerie nog aanwezig is. Dus die cellen die leven voort terwijl die patiënt in dit geval 24 dagen overleden is. Die gaan ook elektrische activiteit produceren en dat wil dus zeggen dat je vanuit die elektrische activiteit van het EEG, wat bij die patiënt ook al 10 uur afwezig was, helemaal niet kunt zeggen dat cellen niet meer werken of dood zijn. Dan kan wel degelijk informatie nog binnenkomen en verwerkt worden. Die cellen die kunnen zelfs reageren en dat is dus ook weer weken na het overlijden op stoffen van die we toedienen. Je ziet hier een groep cellen die omgeven wordt door kleine rode kleurtjes hier. Alles wat rood is, is aan het doodgaan. En dat is dus na een maand of wat weer kweek. Die gele structuurtjes hier laten zien dat het om een Alzheimer-patiënt gaat. En als je dat weefsel kweekt met stamcellen daarbij, en dat zijn stamcellen in dit geval die uit muizenhersenen komen, dan vind je dat die cellen in grote getalen overleven en dat er veel minder van die rode structuurtjes te zien zijn. Dus dat weefsel is lange tijd na het overlijden is nog springlevend. En wanneer je de resultaten van het neurologisch onderzoek over bijna doodervaring wil zien, dan is er net een boek uitgekomen van Catherine Nelson in het Nederlands op dit moment. En ieder argument wat Van Lommel geeft als een, ik zou zeggen, onwetenschappelijke verklaring voor die fenomenen wordt weerlegd in het boek. Het bekende verhaal van die tunnel die je ziet bij een bijna doodervaring komt omdat het oog op die manier bloed toegevoerd krijgt, dat het bloed vanuit centraal naar perifeer gaat. En als er een tekort aan bloed is, zoals bij een hartstilstand, dan is de periferie van het oog is het eerste aangedaan. Dat wil zeggen dat wordt zwart. Maar het centrale deel ziet nog. En dat is dan het eind van de tunnel waar nog steeds licht is. En je kunt die bijna doodervaringen ook op alle mogelijke manieren opwekken. Wanneer het maar of een heftige stress heeft, of gaat om een zuurstoftekort.
zo'n straaljagerpiloot, de F-16 die de bochten snel neemt, die kan het krijgen. Maar ook de jongens die getraind worden als vlieger en in de centrifuge zitten, wanneer de centrifuge te hard gaat, dan krijgt het dezelfde fenomenen. Er is vanochtend op uitstekende wijze uitgelegd dat als hersenen onvoldoende informatie krijgen, dan gaan ze zelf informatie maken. En het hangt er maar vanaf in welk hersengebiedje dat die informatie, dat de input, de normale input verdwijnt, en wat voor fenomenen dat je dan te zien krijgt. Er is al gesproken over het feit dat mensen die doof worden, dat die dus onvoldoende informatie naar het normale hersenschorsgebiedje wat de geluiden verwerkt krijgt. En dan gaat dat gebiedje van de hersenschors gaat zelf informatie maken. En dat kan zijn in de vorm van de hele dag het Wilhelmus of kinderliedjes of suizen. En wanneer je het gehoor verbetert van die mensen, of je geeft ze een stimulus die helemaal geen informatie heeft, maar een magnetisch veld dat snel wisselt, dan verdwijnt het geluid wat ze steeds horen. Ook is er genoemd dat als mensen slechter gaan zien, omdat de retina van het oog minder goed functioneert op oudere leeftijd, omdat de lens wat troebeler is, en dan de hoeveelheid licht in de omgeving afneemt tegen het schemeren, dat sommige mensen hele mooie beelden gaan zien, en mensen in mooie kleding, etc. Schizofrenie is over gesproken, de hallucinaties die je krijgt, zijn dingen die men werkelijk neemt als iets wat vanuit de buitenwereld komt, alleen maar omdat het gebeurt, die activiteit gebeurt in schorsstelen, die normaal met de verwerking van dat soort gegevens bezig zijn. En ook bij schizofrenie zijn er goede aanwijzingen dat het gaat om een tekort aan informatie, omdat de vezeling van gebieden verminderd is. Dus input bij die patiënten al verminderd is, dan hoeft er maar weinig te gebeuren en dan gaat zo'n hersengebied gaat zelf informatie maken. En professor Sommers heeft ook gezegd dat er nu aanwijzingen zijn voor mensen die stemmen horen, dat de input van zo'n gebied wat minder is. Korsakoff is een ander voorbeeld. Dat zijn patiënten die een alcoholdementie ontwikkelen en die geheugenstoornissen krijgen. En wanneer die geheugenstoornissen ernstig zijn, dan gaan ze de gaten in het geheugen opvullen met verhaaltjes. Ze gaan confabuleren. En dit is ook weer een algemeen principe. Ons brein is gemaakt om op basis van heel weinig informatie een totaalbeeld te maken. We hoeven maar een klein beetje van een beest te zien en wat geruis te horen en we weten welk beest het is en of hij gevaarlijk is of niet. En dat heeft overlevingswaarde gehaald. Dus je maakt op basis van kleine beetjes informatie een mooi verhaal. En dat weten rechters ook. Je kunt zweren dat het zo en zo gegaan is. Je hebt toevallig iets gezien. Je hebt een fragment van een gebeurtenis gezien. Je maakt er een verhaal over en je zegt als getuige dat het inderdaad zo gebeurd is. En een andere getuige heeft een heel ander verhaal. Dus we vullen die informatie altijd aan. Wanneer er te weinig input is, bijvoorbeeld om mensen, bij mensen die eindeloos op zee verblijven, zeezuilers, en alleen maar de horizon zien en weinig wind, dan zien ze flatgebouwen aan de horizon verschijnen. En dat zijn bekende fenomenen bij zeilers. Bergbeklimmers hebben dat ook. In eenzaamheid voor lange tijd kan leiden tot hallucinaties, tot angsten. Kunnen opeens mensen achter zich horen lopen. En daarom is het interessant om eens te kijken naar degenen die een belangrijke rol in onze religies hebben gespeeld. Mozes ontving de 10 geboden, de tweede maal, in eenzaamheid gedurende 40 dagen en nachten. Hij at niet en dronk niet, staat in Exodus. Ik denk dat het wat overdreven is, die 40 dagen niet drinken, dat kun je haast niet voorstellen. Maar hij heeft in ieder geval in eenzaamheid op de berg gezeten. En toen een boodschap gekregen die hij ervaarde als uit de buitenwereld komen. In Matthäus wordt er een episode beschreven waarbij Petrus, Johannes en Jacobus met Jezus op de berg Tabor verblijven. En toen verscheen Mozes en Elia aan hem. Het is ook zo'n eenzame omgeving waar het gebeurde. En Mohammed zag Gabriel toen hij in eenzaamheid op de berg Hira verbleef.
Hij hoorde stemmen, snap je, en zag licht en hij was bang. Het zijn allemaal van die fenomenen die we kennen uit geïsoleerde omstandigheden. Zwanen die kunnen voorkomen uit hersenprocessen, zie je ook in de psychiatrie, bij schizofrene patiënten regelmatig. Het kan ook voorkomen bij manisch-depressieve patiënten. Een heel mooie beschrijving daarvan is van Gerrit Klein, hij was staatssecretaris in het kabinet Den Uyl. En wond zich vreselijk op over de discussie die gaande was over Aantjes, waarbij bekend werd dat het verleden van Aantjes niet was wat hij altijd vertelde dat het was. En de behandeling die de Jong, dat was de directeur van oorlogsdocumentatie toen, aan die zaak had gegeven. Hij vond dat dat de regeringszaak was en niet iets wat de Jong had moeten doen. En hij dronk liters koffie, 's ochtends vroeg, omdat hij zo hypomaan was al, het woordvoerderschap ontnomen, hij wond zich nog meer op. En toen hij naar huis reed na het debat, toen gebeurde er iets in zijn hoofd. En hij kreeg het idee dat hij vanaf dat moment bestuurd werd. En vertelde voor Albert Heijn in het kleine plaatsje in Zeeland waar hij woonde, niet alleen dat hij God was, maar ook de God der goden. En hij vond het helemaal niet gek dat mensen wegrenden, omdat zijn boodschappen zo belangrijk waren dat ze met spoed moesten worden uitgevoerd. dus een voorbeeld van zo'n manisch depressieve patiënt die dit soort ervaringen heeft. Het hangt allemaal af van je genetische achtergrond, is ook wel even ter sprake gekomen vanochtend. Sommige mensen zijn gevoeliger voor dit soort zaken dan anderen. En dat geldt ook voor het krijgen van godsdienstige opvattingen. Dean Hemmer was de eerste die dat beschreef. Hij heeft een boek gepubliceerd, The God Gene. Dat zou eigenlijk The God Gene moeten heten, want er zijn vele genen bij betrokken die maken dat je meer of minder gevoelig bent voor spirituele belevenissen, voor spirituele beweging. En het eerste gen wat hij beschreef als hebben de kleine variaties die samengaan met een grote variatie in spiritualiteit, was de vesiculaire monoamine transporter nummer 2. Dat zal jullie niet interesseren, maar het is een eiwit dat betrokken is bij het verpakken van blaasjes, waarin de chemische boodschappen zitten, die in de hersenen de boodschap van de ene cel naar de andere overbrengen. En als je dan een gevoeligheid hebt voor dit soort bewegingen, en je wordt opgevoed in een omgeving met een godsdienst, je wordt aangemoedigd door de ouders, zoals hier het kind aanmoedigen voor bidden voor Kwanier. En de buurvrouw die hier passeert, die moedigt het kind ook aan. Als je dan de juiste genetische achtergrond hebt, dan kan het leven lang impact hebben. En hij ziet hier in de volgende dia dan wat het gevolg daarvan is. Nou, wanneer het brein in zo'n gevoelige periode, dat is dus in de eerste jaren na de geboorte, wordt geprogrammeerd in zo'n omgeving, dan kan die spirituele opvatting, die sterk afhankelijk is natuurlijk van de omgeving waarin je opgegroeid bent, kan eruit komen wanneer je de juiste plek in de hersenen stimuleert. En de juiste plek zit in de temporaal kap, dus, in het volgende dia aangegeven met een rode pijl, waar het ongeveer zit, dicht bij de hippocampus. En dit is een voorbeeld van een jongen die extatische aanvallen had van epilepsie en op dat moment ook een direct contact had met Jezus en daar opdrachten van kreeg, bleek een astrocytoom, een tumor van de hersenen te hebben en op die plaats die aangegeven is. En toen die tumor is weggehaald, toen was het directe contact met Jezus weg, maar ook de tumor. Er zijn in de geschiedenis beroemde gevallen van die temporaalkap-epilepsie, waar dus een proces in die temporaalkap zit en waardoor die religieuze ervaringen kunnen worden opgewekt als ze bij kinderen zijn ingestopt. Een daarvan is apostel Paulus, die heeft in het begin van zijn carrière ook vroeger christenen gejaagd. En het verhaal staat in de Bijbel dat toen hij Damascus naderde, dat plotseling een licht uit de hemel kwam. En
hij ter aarde viel en hoorde zeggen, Saul, dat was zijn naam toen nog, Saul, waarom vervolgt gij mij? En hij zei, wie zijt gij, Heer? En hij zei, ik ben Jezus, die gij vervolgt. En hij kon 3 dagen niet zien. Nog niet kunnen zien, dat is een... dat is een niet functioneren van de visuele cortex, die nog wel eens optreedt na een epileptisch aanval. Wat ook interessant is, is dat hij daarna sterk gelovig is geworden en dat wordt ook heel vaak beschreven na die aanvallen, temperaal, epilepsie, die een hele sterke extatische component hebben. En toen is hij dus apostel geworden. Naar de andere partij overgelopen. Charlotte Duyck, die heeft van haar 13e jaar af, heeft zij epileptische aanvallen gehad, die samengingen met stemmen. Haar hele verhaal is tijdens haar processen heel nauwkeurig opgeschreven en er is onderzoek naar gedaan. Zij kreeg zo nu en dan ook epileptische aanvallen op basis van klokgeluid. Dat is een vorm van epilepsie die we musicogene noemen en waardoor de aanval werd geluxeerd. Ze vond die stemmen zo bijzonder dat als ze afgelopen waren dat ze kon huilen. En ze had tussen die epileptische aanvallen in alle karakteristieken die horen bij het Schwind-syndroom waar het niet op in zal gaan. Maar zij is ook een voorbeeld van zeg een temperanco epilepsie. Mohammed zelf, die had als 6-jarige jongen zijn eerste aanval. In 610 kreeg hij visioenen. En het eerste wat hij te horen kreeg was ikra, dat is lees. En zijn antwoord was ik kan niet lezen. En hij kreeg keer op keer een aantal stemmen te horen die hij aan Gabriel toeschreef. En dat waren openbaringen, ook in de bergen, zoals ik al zei, God Hira. Tijdens die aanvallen wordt er beschreven dat hij heftig zweette. Hij werd bleek. Hij bewoog zich als een droomkaart en viel op de grond. En dat is dus allemaal horend bij dat beeld van die temperaal epilepsie. Soms hoorde hij ook het geluid van een bel. Dus hij had... vele vormen die bij hem binnenkwamen van die stemmen en geluiden. Maar die openbaringen van Gabriel die zijn wel geschreven. Iemand die heel veel heeft geschreven over zijn eigen aanvallen is Dostojevski. Hij werd gearresteerd als een radicaal in 1849 en er werd een vuurpeloton voor hem neergezet. Dat deed alsof hij werd geëxecuteerd. Vervolgens hoorde hij dat hij tot dwangarbeid werd veroordeeld. Hij was toen al in slechte conditie en is verbannen. Hij heeft zijn epileptische aanval tot in detail beschreven. Ook hij had een musicogene vorm van epilepsie. Hij hoorde op kerstmis bellen en toen begon ook de aanval. Bij hem ook wordt gedacht dat hij een temperaal epilepsie had, alle kenmerken ervan. En had sterke religieuze ervaringen daarbij. En hij schreef in De Idioot, heeft dus een boeken, jullie gezonden, jullie weten al geen stuk erna wat geluk is. Dat geluk wat wij epileptici ervaren op het moment vlak voor de aanval. Mohammed zegt in de Koran dat hij in het paradijs is geweest. Alle wijsneuzen zijn ervan overtuigd dat hij loog en de zaak belaasde. Oh nee, hij loog niet. Hij bevond zich echt in het paradijs wanneer hij, net als ik, zo'n epileptische aanval kreeg. Ik weet niet hoe lang die extase duurde, seconden, uren, maanden, maar ik weet wel dat ik het niet zou willen missen, niet voor alle vruchten van het leven. Het duurt een halve minuut waarschijnlijk, maar het duurt voor de mensen die het meemaken een eeuwigheid. Dus dit zijn, processen die in die hersenen optreden, soms op basis van gebrek aan informatie die normaal moet binnenkomen, soms ook op basis van hersenziektes die plaatsvinden en die zo'n gebied stimuleren. Ik wou u wat aandacht geven aan een ander effect van het brein, een echt effect, en wat heel belangrijk is in de geneeskunde, het placebo-effect. Van het placebo-effect is altijd al gebruik gemaakt.
In China, 4000 jaar geleden, werden patiënten die waarschijnlijk schizofrenie hadden, bevrijd van hun boze geesten door een gat in de schedel te maken. Soms viel die gaten groot uit, is hier zo'n forse gat, die heeft het niet overleefd. Het interessante is, als je deze schedel bekijkt, ook zo'n 4000 jaar oud, dan zie je dat in de rand van het gat nieuw bot is gevormd. Die patiënt heeft gewoon eindeloos lang nog geleefd na de trepanatie. En die trepanatie die is overgegaan in een vorm van sham-trepanatie, doen alsof, in de middeleeuwen. En dat heette een keizersnede. Mensen deden op de kermis alsof ze een patiënt met hallucinaties bevrijden van zijn hallucinaties, door een kei, een steentje uit zijn brein te verwijderen. En dat deden ze zonder de huid te openen, maar met wat en een steen in de hand. Hij ziet hier een paneeltje van Jeroen Bos waarin hij dat heeft afgebeeld. En de dokter hier, die heeft een ding op zijn hoofd, een omgekeerde trechter, die aangeeft dat hij een oplichter was. En je ziet hier een, twee vertegenwoordigers van de katholieke kerk erbij staan, een met de Bijbel op het hoofd, om aan te geven dat de kerk medeplichtig was. Andere schijnoperatie die gedaan is, en dat was de jaren 20-30, was het transplanteren van apentestikelweefsel op de testikels van patiënten die geheugenstoornissen kregen. Dat was dus een therapie tegen vroege dementie. En je ziet hier een testikel van een patiënt tijdens de operatie, waarbij dat hier wat witweefsel, dat is de apentestikel, op genaaid is. En de volgende laat zien de patiënt voor de operatie en na de operatie. En je kunt zien dat zelfs zijn snor jonger is geworden. Dat heeft enorm toevlucht genomen in de jaren 20-30. We weten nu natuurlijk dat als je weefsel transplanteert van een andere species, dat het binnen een mum van tijd verdwenen is, dat het geresorbeerd en dat werkt absoluut niet. De ziekte van Parkinson, beschreven in 1817 door Parkinson. En jullie kennen het allemaal, oude mensen die schuifelend zich voorbewegen met een tremor van de hand, een maskergelaat en het autonome verschijnselen. Je kunt ze overal zien, over de wereld. Langzaam de hand een ontwikkeling van de ziekte van Parkinson, van de Kopperpaus. Een ander beroemd voorbeeld was natuurlijk onze prins, die eerst behandeld is in een hele dure kliniek in Zwitserland gedurende enkele jaren voor een depressie, wat soms het begin is van Parkinson of van Alzheimer. En er zijn anderen die hun hersenen kapot slaan of laten slaan, boxers, en die een grote kans hebben op ziekte van Parkinson. Maar wat altijd het principe is, ook als het een genetische achtergrond heeft, is dat cellen die in een gebied liggen wat de substantia nigra noemen, zwarte stof, dat die degenereren. Je kunt dan meteen bij de obductie kun je al zien dat die zwarte stof verdwenen is. Er is weinig zwart meer aan hier. En die cellen die zenden vezels naar gebieden toe die belangrijk zijn voor het reguleren van de motoriek. En als die cellen en dus de banen verdwijnen, dan treedt de ziekte van Parkinson op. Nou, wat is logischer dan dit defect te repareren met een stukje hersenweefsel van feuten uit hetzelfde gebied. En dat is experimenteel, is dat heel goed te doen. Als je lesjes maakt in de hersenen, bijvoorbeeld in de biologische klok, dan heeft een proefdier geen dag en nacht ritme meer. En dan kun je vervolgens een klok transplanteren uit een feut. En je hebt soorten ratten en muizen die een lang ritme hebben of een kort ritme hebben. Het lange of het korte ritme wordt meegetransplanteerd met de biologische klok. Dus ook weer de stukjes hersenweefsel kun je transplanteren. En als het vertaalweefsel is, dan groeit het uit, maakt contact met de gastheer en dat gaat werken. En dat is ook gedaan bij de mens. Er zijn transplantaties gedaan bij Parkinson-patiënten van vertaalweefsel. Dat is abortusweefsel. Er zijn zo'n 4 abortussen nodig om genoeg weefsel te krijgen voor 1 patiënt. En dat is geplaatst in het gebied waar die vezels eindigden. In de nucleus caudatus, omdat ze dan niet het hele traject hoeven af te leggen. Wat vrij lang is in een volwassen brein. Dat wordt ingebracht
op deze manier. Die patiënt die ligt hier in de operatiekamer in een stereotact. En dat metalen frame om zijn brein heen, dat maakt meteen duidelijk waar iedere structuur in de hersenen ligt. Dus dat heeft coördinaten. Bert Keijzer noemde dat een hersentomtom. Dat is een mooie vergelijking. En je ziet hier de chirurg zie je, een gaatje maken in de schedel op de juiste plek om die canule in te brengen. Die dan dat fetale weefsel moet brengen. En als je die patiënten volgt, en hier is de activiteit van dat gebied waarin getransplanteerd is, aan beide kanten is gevolgd. Je ziet hier een rode kleur, dat is activiteit aan beide kanten in de caudatus. 6 maanden later dan is dat gebied veel groter geworden, veel meer activiteit. 12 maanden later nog meer activiteit. En de patiënten die om een of andere reden ter obductie kwamen, die bleken inderdaad zo'n kraaf te hebben, zo'n stukje fetaal weefsel, wat de stoffen maakt die je moet maken om dopamine te produceren, dat ontbreekt bij die patiënten. En bovendien kun je die vezels vervolgen in de gastheer, dus wordt contact gemaakt met de gastheer. En patiënten kunnen de helft van hun geneesmiddelen gaan gebruiken, hebben minder last van de ziekte van Parkinson. Nou, is het grote probleem altijd dat je niet weet of dat inderdaad door deze kracht komt, de transplantaat of door alles wat er omheen aan die ingreep gebeurt. Dat is nogal wat. Dus er zijn zelfs voor dit soort ingrepen zijn gecontroleerde trials gedaan, 2. En dat wil zeggen dat de patiënten te horen krijgen, we weten niet zeker of het werkt. U wordt at random, dus per toeval, wordt u in de een of in de andere groep geplaatst. U krijgt wel of niet een transplantaat, maar de schedel wordt altijd geopend, er wordt altijd een gaatje gemaakt in de schedel. En bovendien krijgt u de geneesmiddelen om afstoting te voorkomen. En toch zijn er mensen die aan deze trials hebben meegemaakt, ik kan het haast niet voorstellen. Maar deze trials hebben opgeleverd dat er verbeteringen zijn, maar die waren niet verschillend bij de placebo-groep van die van de werkelijk geopereerde groep. Dus dat is die hele ingreep en die middelen die je krijgt om transplantatie in stand te houden, om de afstoting te komen, die hebben een groot effect. En dat is dus het placebo-effect. Dat placebo-effect is verder bestudeerd ook bij de ziekte van Parkinson. Je ziet hier een schema van een patiënt die een elektrode in de hersenen heeft gekregen op een plaats die belangrijk is voor het reguleren van de motoriek. En als die mensen met een enorme tremor zo'n elektrode krijgen, die wordt verbonden met een pacemaker. En die pacemaker kunnen ze zelf aanzetten. Op het moment dat ze die pacemaker aanzetten, dan is die tremor is weg. En ze functioneren in hun motoriek veel beter. Ik hoop dat u kunt zien dat in de diepte van die hersenen die elektrode zit. In het gebied wat we noemen de nucleus subthalamicus. Kun je zien hier, dat gaatje hier was de elektrode. Bij iemand die overleden is, niet meteen na zo'n operatie, maar omdat hij zich gesuicideerd heeft. Dat is een bijwerking soms van die operatie. Dat is pas iets wat later is gebleken. Dat is ook een algemeen punt in de geneeskunde. Effecten blijken vrij snel. De bijwerkingen komen pas later ter sprake. Maar die elektrode die ingebracht wordt om die tremor te onderdrukken, die kun je niet alleen gebruiken om te stimuleren, maar die kun je tijdens de operatie ook gebruiken om af te leiden, om de elektrische activiteit af te leiden. En dat gebeurt dus bij zo'n patiënt die bij bewustzijn is, die in zo'n frame ligt, in zo'n stereotact ligt. En patiënten hebben, ze lagen ook aan een infuus, zoals al die patiënten tijdens de operatie. En patiënten hebben een stof ingespoten gekregen in het infuus, waarbij gezegd werd, dit is een nieuwe stof tegen de ziekte van Parkinson, wilt u hem proberen? En de helft van die patiënten had als commentaar na het inspuiten, ik voel me veel beter, en de andere helft die voelde eigenlijk niks. En die patiënten die zich veel beter voelden, die lieten een vermindering van de elektrische activiteit zien in dat gebied waar die elektrode zat. En die elektrode moet later dat gebied ook afremmen in zijn activiteit. Dat is precies wat er moet gebeuren. En de bewegingsstoornis die verminderde. Wat er in de injectie zat,
van dat zogenaamde nieuwe anti-Parkinson-middel, was fysiologisch zout. Dat werkte niet, dat is niks. Maar het idee dat je iets krijgt wat nieuw is, doet de hersenen veranderen in zijn activiteit op zo'n manier dat de ziekte wordt tegengewerkt. Dus er wordt meer dopamine in die eindigingsgebieden afgegeven. Dat effect van een nieuw geneesmiddel horen, dat is aanspecifiek. Maar het wordt specifiek gemaakt door de verwachtingen van de patiënt. Dus als iemand pijn heeft en je geeft hem een zogenaamd nieuw middel tegen die pijn, dan weten de hersenen dat ze dopamine moeten afgeven. Dat ze opiaten moeten afgeven, opiaatachtige stoffen. En op die manier wordt dus die pijn onderdrukt in het zenuwstelsel zelf. Die opiaatsystemen zitten door de hele hersenen heen. Belangrijk zijn die gebieden in het ruggenmerg die de pijn ontvangen en waar dan meer opiaat vrijkomen. Zo heeft zo'n placebo dus afhankelijk van wat die patiënt ervan verwacht een bepaald effect in de hersenen. Een placebo moet niet al te goedkoop zijn. Dit laat zien de onderdrukking van pijn door een placebo. En die zwarte lijn geeft aan dat afhankelijk van de sterkte van de elektrische prikkel die pijn fors wordt onderdrukt. Wanneer de placebo de helft zo duur was voor die patiënten, dan heeft hij ook de helft zo weinig werking. En dat wil ook zeggen dat alles wat er om zo'n placebo heen gebeurt belangrijk is. We weten bijvoorbeeld dat groene placebo's en blauwe placebo's, dat die rustgevend zijn. En rode placebo's, die stimuleren juist de patiënt. Dus ook de kleur is van belang. Dit laat zien een groep patiënten die depressief waren. En die groep is onderverdeeld, ook weer at random, bij toeval, in twee groepen. Eén groep kreeg placebo, andere groep het klassieke antidepressieve. En ze zijn gescand voor en na de 6 weken periode dat ze dat spul gekregen hebben. En allebei lieten ze een verbetering zien, in dezelfde mate, niet verschillend voor placebo of de SSRI. En wanneer er in de hersenen gekeken werd, dan werden ook dezelfde soort veranderingen gevonden. In het voorste deel van de hersenen was een activiteitsverhoging, terwijl in de hypothalamus de activiteit omlaag ging. Dat is precies wat je moet doen om depressie te onderdrukken. Dus als je een placebo geeft en je vertelt dat dit een goed middel is tegen de klacht, dan weten de hersenen hoe ze activiteit moeten verschuiven om je beter te voelen, om de symptomen tegen te gaan. En een placebo helpt daarbij. Het belangrijkste systeem wat een rol speelt hierbij is het beloningssysteem. Ik heb het even genoemd vanochtend. Het is een systeem wat cellen heeft in de hersenstam, centrale pigmenten. En dan sturen vezels de boodschappen, dat is dopamine, naar dit gebied, nucleus accumbens. En als daar dopamine vrijkomt, dan heb je een belonend effect. Dat voel je prettig, dat voel je beter. Vraag je eigenlijk om meer van dit soort stimuli. En dit is een systeem wat monitort hoe je voelt. En je kunt dus ook de activiteit in de hersenen blijkbaar op een onbewuste manier zo verschuiven dat je merkt dat je beter voelt. En dat is de manier waarop zo'n placebo-werking dan zijn effecten uiteindelijk krijgt. Dus een voortdurende monitor van het brein, hoe het brein werkt. En dat kan dus verbeterd worden onder bepaalde omstandigheden. Er speelt een leereffect een rol, dus als je telkens die placebo geeft, dan gaat het steeds beter werken. Het brein leert om goed te reageren op zo'n placebo. En het werkt niet wanneer het voorste deel van de hersenen aangedaan is. Je ziet hier een brein van een patiënt met een prefrontale cortexdementie. Het voorste deel van de hersenen is geatrofieerd, de rest van het brein is intact. Dus patiënten die zo'n dementie hebben of een Alzheimer, en die hebben ook geen placebo-werking meer. Ze hebben geen verwachtingen meer van een middel. En op zichzelf is dat ook heel belangrijk, want een deel van effecten van de middelen die gegeven worden in de kliniek zijn placebo-effecten. En het hangt van het middel af hoe groot het placebo-effect is. Bij antidepressiva wordt het geschat tussen de 45 en 75%.
een belangrijk deel van de werking van antidepressiva is de placebo-werking. En dat wil zeggen dat die patiënten die bijvoorbeeld een heup gebroken hebben en dement zijn, dat die van pijnstillers veel minder verwachten en ook daardoor alleen al onderbehandeld worden. Bovendien kunnen ze niet duidelijk maken dat ze pijn hebben. En dat soort patiënten wordt dus zwaar onderbehandeld in de kliniek. Dat is echt een probleem. Nou, wanneer je dit soort dingen weet over hoe sterk placebo-effecten kunnen zijn, dan kun je bij alles afvragen wat is nou eigenlijk het placebo-effect van die therapie. En dat is bij acupunctuur gedaan. Daarbij kun je afvragen, is het allemaal placebo? Is het nou eigenlijk belangrijk of de klassieke acupunctuurpunten wel of niet gestimuleerd worden? Want er zijn natuurlijk genoeg mensen die denken, nou als je naalden iets steekt, dan doet het altijd al wat. En dat is natuurlijk ook zo. Want die informatie van die naald die in de huid zit, wordt doorgegeven aan het brein. Je kunt hier zien de patiënt in een scan waarbij een acupunctuurnaald ingestoken is. Je ziet in die hersengebieden die rood zijn aangegeven, functionele veranderingen optreden. En afhankelijk van waar je die naald stopt, zie je ook op andere plaatsen in de hersenen zie je van die activiteitsverschuivingen plaatsvinden. Dus dat vanzelfsprekend doet het wat, zou ik zeggen. De vraag is altijd in hoeverre dat verwachting ook wel losspeelt. Een ander punt is, zijn die acupunctuurpunten belangrijk? Nou, voor sommige zaken wel en andere zaken niet. Er zijn een paar experimenten gedaan die lieten zien dat afhankelijk of je op het klassieke punt of daarnaast de acupunctuurnaald inbrengt, dat er wel of niet een effect optrapt. Er zijn andere dingen waarbij het niet belangrijk is. En die effecten die kunnen ook weer duidelijk gemaakt worden door bijvoorbeeld stof te meten. Je kunt laten zien dat cortisol het stresshormoon afneemt. Je kunt laten zien dat melatonine en slaaphormoon s'nachts toeneemt. Er zijn concrete effecten waaraan het een en ander getoetst kan worden. Er zijn scans gedaan met de vraag van in hoeverre wordt effect in het brein bepaald door de verwachting die de patiënt heeft. Wat is placebo-effect? En als je een acupunctuur naaldje inbrengt, je voelt het nauwelijks, maar het is natuurlijk toch een naaldje wat je in de huid brengt. En dan is de vraag van hoe moet je duidelijk maken wat nou placebo-effect is. En daarvoor zijn naaldjes ontworpen waarvan de naald zelf in het handvat verdwijnt als je druk uitoefent op de huid. Dus dan ziet de patiënt dat je zo'n naald inbrengt, hoewel er geen naald de huid passeert. En dat soort technieken zijn gebruikt om te kijken wat het placebo-effect was en de uitkomst was zoals verwacht. Het is deels een echt effect en deels een verwachtingseffect. Placebo-effecten spelen natuurlijk een rol bij dit soort behandelingen die toch indruk maken. En als je echt wil nagaan wat het doet, dan moet je hier experimenteel werk doen. Je ziet hier dat hormonen zijn gemeten die betrokken zijn bij bijvoorbeeld pijnonderdrukking bij ratten op basis van de onderdrukking door elektrische acupunctuurbehandelingen. En op die manier kun je natuurlijk, als je rekening houdt met de placebo-effecten die ook voor proefdieren zijn, uitzoeken wat de werkelijke effecten zijn. Nou, als we dan gaan naar dingen als yoga, waar hier dan de theorie vermeld staat die ik absoluut niet kan volgen, dan blijkt dat ook bij mensen die getraind zijn in zo'n yoga-procedure, de veranderingen zijn in de activiteit in hersendelen, gepaard gaan met meditatie. En niet alleen dat, maar ook de stresshormonen zoals cortisol nemen af bij die mensen en s'nachts vertonen ze hogere spiegels van melatonine, slapen beter. Dus ook dat zijn werkelijke effecten, maar teweeggebracht door verschuiving in de hersenen op basis van leereffecten. Eén grote placebo in feite, maar het werkt. En je kunt zelf de effecten krijgen door een goed boek te lezen of naar goede muziek te luisteren. Dan gaat cortisol omlaag en gaat melatonine s'nachts omhoog. Het laatste punt dat ik over die placebo-effecten wil zeggen is over het bidden.
De neef van Darwin heeft de eerste experimenten daarover gedaan met de vraag van helpt bidden. Hij heeft gekeken in de eerste plaats naar de levensduur van het Koninklijk Huis in Engeland. Omdat mensen voortdurend zeggen, God save the king of God save the queen. En hij heeft vastgesteld dat dat geen effect had op de levensduur. Hij heeft ook gekeken naar het aantal schipbreuken bij schepen die handelswaar vervoerden of schepen die pelgrims vervoerden. Waarin er gebeden werd. En ook daarin was het aantal schipbreuken zeker niet gunstiger, maar juist ongunstiger. Er zijn heel veel experimenten gedaan over het effect van bidden op ziekteprocessen. Maar er zijn heel weinig goede experimenten gedaan. Je moet weer rekening houden met vreselijk veel effecten. Er is één goed experiment gedaan. En dat is gedaan door mensen die een effect verwachten. En die hebben drie groepen onderscheiden. De patiënten waren mensen die in een hartbewakingsafdeling waren. En die werden verdeeld, aanselect in drie groepen. Eén groep werd voor gebeden en dat wisten ze niet. Een andere groep werd niet voor gebeden. En een derde groep werd voor gebeden, maar dat wisten ze wel. En tot hun verbijstering was er geen verschil in problemen in de periode daarna. Dus medische problemen tussen de controlegroep waarvoor helemaal niet werd gebeden, de mensen waarvoor werd gebeden, maar ze wisten het niet. Maar de derde groep, dus de mensen waarvoor werd gebeden, en die wisten het wel, die had meer complicaties, niet minder. En dat kun je uitleggen doordat als je weet dat een experiment aan de gang is, en dat er drie groepen zijn, dat wordt allemaal verteld. En jij zit in de groep waarvoor gebeden wordt en je weet het ook nog. Terwijl bij die andere in de afdeling niemand weet of er voor hem gebeden wordt, dan zal het met mij wel heel erg zijn, denk je dan. En zeggen, die angst voor het erg zijn van zo'n situatie kan ook negatieve placebo-effect hebben. Nocebo-effect noemen we dat. En dat is een groot probleem. Je kunt dus van placebo's kun je buikpijn krijgen, diarree, je kunt hoofdpijn krijgen. Je kunt alle mogelijke bijwerkingen van krijgen. En daar moet je erg mee oppassen. Er zijn, langzamerhand is duidelijk welke systemen in de hersenen het belangrijkste rol spelen bij de placebo-effecten. Dat is dopamine en de opiaten. Dus opiaatachtige stoffen worden ook door hersencellen gemaakt. Dat is ook de reden dat we opiaten nemen als verslavend middel, omdat opiaten als chemische boodschappers in de hersenen worden gebruikt. En die opiaten die hebben vele functies, maar onder andere onderdrukken van pijn. De nocebo-effecten, die bijwerkingen van placebo-effecten, die worden vooral aangestuurd door een peptide CCK. En we denken dat die nocebo-effecten dat die belangrijk zijn ook in de psychiatrie. Het is al even ter sprake gekomen vanochtend. Dan kun je patiënten die een geneesmiddel nodig hebben, maar die willen nemen, het niet gewoon geven, onder dwang. En dan ga je ervan uit dat zo'n geneesmiddel dan dezelfde effect heeft als onder omstandigheden waar die patiënt graag dat middel wil hebben. Het probleem is dat als die patiënt het middel wil hebben, dat hij dan positieve verwachtingen heeft. Als de patiënt dat middel absoluut niet wil hebben, dan heeft hij het idee dat dat spul slecht zal zijn, niet zal werken, bijwerkingen zal hebben. En we denken dus dat er veel meer kans is op die negatieve effecten, op nocebo-effecten, waarin patiënten in de psychiatrie onder dwang worden behandeld en vaak onschappelijk worden, maar dat niet goed moeten uitzoeken. Maar om tot de conclusies te komen, de hersenen zijn de bron van vele illusies, de bijna doodervaringen, de banen, hallucinaties, spirituele ervaringen. Er zijn goede neurobiologische verklaringen voor steeds meer van die fenomenen. Placebo-effecten zijn effecten in de eerste plaats. Ik hoop dat het duidelijk is dat het werkelijk wat doet op het brein. Het zal minder doen op het kankercel. Tenminste niet direct, maar op het brein doet het ontzettend veel. Maar het zijn aspecifieke effecten. Ze horen specifiek in de verwachtingen van de patiënt. Dat geeft de specifieke verschuivingen in activiteit van hersengebieden. En verder, en dat was denk ik, ook duidelijk in de eerste lezing, is een goede dokter een wandelend placebo. Bedankt voor jullie aandacht.
Heb je ook een boek van Ger Klein over de rooien? Ik heb er een plaatje van laten zien, ja. En ik heb persoonlijk met Ger Klein te maken gehad, omdat hij in een hypomane fase zijn budget met 200 miljoen moest terugbrengen. En toen heeft hij oorlogsdocumentatie geschrapt, herseninstituut geschrapt, Hans een ruimtevaartproject geschrapt en in 5 minuten had hij zijn budget rond. En dat was hij goed gedaan. Dat was dus een regeringsbestuur op dat moment. En dat konden we alleen maar terugbrengen vanuit het parlement. Dus toen hebben we elkaar leren kennen en ook wel waarderen. Na dat boek heb ik een brief geschreven en gezegd dat we weer gemeenschappelijke belangstelling hadden, manische depressiviteit. Ik heb een subtiel wat van ons werk op postmortemweefsel meegestuurd. Hij was bijzonder geïnteresseerd om te komen naar het instituut, maar hij is kort daarna overleden. Ja, hij schreef mee toen dat hij een dochter had verteld, dat hij een keer zat te dagen tegen zijn dochter en dat zijn dochter dacht, hoe dat gaat pa weer. En die zei toen tegen hem, pa, je bent God niet. En toen zei hij, nou je het zegt. En toen zag hij aan de hele omgeving rond zich verbleken. En toen dacht hij, oh jee, zulke grappen kan ik niet meer maken. Maar wie heeft een vraag? Hier op de voorstelling iemand. Als het mag, Dick. Ja. Ik ben erg geïnteresseerd door wat je zei over placebo-effecten. Maar ik verbaas me erover dat je zei dat de effecten van yoga placebo-effecten zijn. Want als je placebo definieert, dan bedoel je dat het geneesmiddel niet werkt op de plek waarvoor het officieel bedoeld is. Maar andere effecten in de hersenen hebben die voor een deel negatief of positief kunnen zijn. Nou is yoga waarschijnlijk bedoeld om meer tot rust te komen, beter te slapen en al die andere dingen. Dus het effect van yoga is het bedoelde effect. Dus ik zou zeggen, per definitie is yoga, althans de effecten die je beschreven zijn geen placebo-effecten. Of zie ik dat verkeerd? Ja, een placebo-effect is een effect wat een aspecifiek effect is en niet een specifiek effect van een chemische of een andere behandeling. En dan kom je dus met zo'n definitie kom je inderdaad in een grijs gebied en hangt het vanaf waarom je yoga doet. Of je dat ziet als een aspecifiek effect, wat specifieke effecten door zijn verwachtingen te leggen. En voor mij is dat echt wel dicht bij de placebo-werking. Je neemt het, hoewel het een aspecifiek effect heeft, maar het brein maakt er iets specifieks van. En je kunt hetzelfde bereiken op een andere manier. Goed boek. Nou, doet het ook. Ja, andere vragen? Ja? Meneer Koppenaal. Als ik het goed hoorde, zei u dat de acupunctuur, als je de placebo-effecten eraf trok, dat het nogal degelijk bleef werken. Nou, dat is eigenlijk zover ik ken, is er geen enkele studie over bekend. En we hebben vorig jaar het ook op de Vereniging tegen de Kwakzalverij gezien, waarin Ernst dat nogmaals benadrukte. Hij kon één ding vinden en dat is een heel raar effect. Dat is als je inderdaad op de pols een naald zet, zou je minder misselijk worden. Nou, dat gaat dan de hartmeridiaan naar de maagmeridiaan en een heel raar verhaal erachter. Maar verder is er geen enkele studie bekend, zover ik weet, dat acupunctuur echt iets doet. Nou, ik liet wat publicaties in de PubMed literatuur zien. En dat zijn echt publicaties. Dus het feit dat u ze niet kent, wil alleen maar zeggen dat u ze niet heeft opgezocht. Nou, en, nee, ik ken ze. Ook maar Ernst, Eduardo Ernst doet echt grote metastudies. Ik bedoel, dat is niet de eerste, de beste. Dat, Kijk, je moet al die dingen niet over één kam scheren. Het hangt er erg vanaf voor welk doel dat de acupunctuur gedaan wordt, en op welke plaats, bij wat voor personen. En je kunt niet zeggen acupunctuur als zodanig. Bij sommige effecten hebben de klassieke punten en meridianen helemaal geen betekenis, voor andere effecten juist wel. En je moet dus niet doen alsof je dat soort dingen op één hoop kan gooien. Je moet per studie bekijken waar dat op gebaseerd is. En
Er zijn hele goede studies gedaan waarbij het eindpunt of hormoonbepalingen of FMD vet is geweest. En die lieten heel duidelijk zien dat het gedeeltelijk verwachting was en gedeeltelijk een specifieke effect. Ik denk dat er nog een hele discussie ligt. Of vast wel. Ja, achter de pilaar. Kom wel eens maar na. Ik heb even een vraag, professor. U liet zich net kritisch uit over het werk van Pim van Lommel, over de bijna doodervaringen. En dan heb ik iets gemist, zowel in het werk van Pim van Lommel als in uw redenvoering. Namelijk rondom 1980 was er in het nieuws van, dat stond toen in kop in de krant, de ziel weegt 21 gram. Ik denk, als een mens sterft, doordat er iets verdwijnt uit het lichaam van 21 gram, en dan kan naar mijn idee niet de longinhoud zijn van lucht, want 21 gram lucht is wel meer dan 6 liter. Mijn vraag aan u is, is daar iets op gevonden over die verklaring? Dat is ergens verdwenen uit de wetenschap. Nou, dat soort proefnemingen zijn vreselijk oud. Die werden al gedaan door Federico Doer. Oftewel de kleinzoon van Frederik Barbarossa. Ja, maar de vraag is van... Die 21 gram is in de literatuur gekomen. En dat was niet in 1900 zoveel, maar in 1800 zoveel. Waarbij, ja, ik begrijp nog steeds niet dat het gebeurd is. Want men onderscheidt de geest, of ik onderscheid de geest en de ziel. De geest is het product van het brein. En de ziel is datgene waarvan sommige mensen dat denken dat het overblijft ook als je overleden bent. En dat zou geen materie hebben. Daar heeft men, daarover is men het altijd eens, geloof ik, dat er geen materie zou bestaan. Alcoholgebruik ook een placebo-effect heeft, dat weet ik niet. Maar je kunt je voorstellen dat mensen gewend zijn om op vaste tijd een glas te nemen en dat missen, dan is de vraag, is dat een chemisch effect of is dat een placebo? Ik ken er geen studies naar. Wijst u maar iemand aan? Wijst u maar iemand aan? Geen vragen. Oh ja, daar. Wijst u daar maar iemand aan? Ja, als ik iemand zie. Ja. Ik heb lange tijd geleden eens een keer iets gezien of gelezen over een geval waarbij de hersenmassa gesitueerd had op een dunne schil of langs de schil. Ik heb al lang nog nooit iets over kunnen vinden of van de hoofd, maar kent u dat verhaal? En ja, hoe zegt u dat dan? Ja. Waarbij patiënten met een hydrocephalus, dus een vergroting van de vochtbevattende holte in de raad. En dat vocht, dat drukt de witte stof, de vezels in elkaar. En mensen hadden dus een schorslaag en weinig witte stof, en veel water. En die functioneerde mathematisch tenminste goed. Nog goed in de wist komen. Kun je zeggen, nou, je hebt dan blijkbaar de hersenschors niet voor nodig. Maar je kunt ook zeggen, wanneer een hydrocephalus zich langzaam vormt, dan drukt hij weliswaar die vezels in elkaar, maar zorgt nog niet dat dat systeem inderdaad helemaal uitvalt. Wat we niet hebben gezien is een follow-up van die patiënt. En daar hebben veel mensen om gevraagd en daar is nooit antwoord op gekomen. Dus ik twijfel aan de waarde van die studie. Ik wou beginnen met een dia over Mozes. Er bestaat natuurlijk in de religieus-Joodse traditie het verhaal dus dat Mozes de tweede keer naar beneden kwam en zijn excuses aanbood, omdat het er 10 waren, maar dat overspel er nog steeds in stond. Dus dat is één van de opmerkingen. Maar ik heb het over anoxia gehad, dus hypoxia met alle gevolgen daarvan. Het is natuurlijk in de Afrikaanse traditie bekend. En volgens mijn zoon, mijn schoonzoon als arts meegemaakt. Als dus een hyperoxia optreedt, dan zie je dus inderdaad mensen in vervoering door brandende massa streden.
Is er een effect bekend over te veel aan zuurstof op de geest, of wat je het ook wil noemen? Ja. Nou, het is natuurlijk een moeilijk experiment. Nou ja, mensen met paniekaanvallen die blazen hun koolzuur weg en daar verandert het pH, de elektrolytsamenstelling van het bloed en ze worden inderdaad dizzy en kunnen ook allerlei verschijnselen hebben. Ja, wat zijn die verschijnselen in dit geval van de dansen door vuur? Ja, en dat bedoel, er zijn ook opnamen van, het is ook geen fictie dus. Kan hyperoxia pijn onderdrukken? Nee, maar die verschijnselen komen niet zozeer door te veel zuurstof, want de moleculen die de zuurstof moeten binden, die binden niet meer dan dat ze dat normaal doen, maar het komt door het afblazen van de koolzuur. Daardoor verschuift de pH en komen de elektrolyt van. Dus dat geeft het verschijnsel. Het is niet dat ze te veel zuurstof hebben. En hyperbare zuurstof kun je ook goed mee leven, mee werken. Ik heb in de tijd ook operaties meegedaan in de tank van Boeren, maar we dachten tenminste dat we daar goed functioneren. Hier nog een vraag. Ik heb het daar over prettig functionaal een beetje dutten, maar heb ik het goed begrepen dat de vrije wil ook een placebo-effect is? Ja, u moet nog even verder dutten, want dat komt ter sprake in de volgende. Klein, ik ben huisarts. Placebo-effect, ik ben altijd bijzonder geïnteresseerd. En ik had verwacht dat het placebo-effect met de toename van de aantal werkende medicamenten zou verminderen. Dat is niet het geval. Ik heb een heel bijzonder geval gehad. Ik was onder andere van het triadecentrum. En daar gaf ik wel bromural. Dat is tegenwoordig niet meer te krijgen. Het is een mengsel van brom en luminal. Het werkt uitstekend. Mensen die examen moesten doen, een rijexamen. En dat is ook zo is dat ik dus, we schreven dus op het doosje vaak wat erin zat. Maar ik werd zo veel gebruikt dat ik ook een GLC opschreef, glucosus calcicus. Ik gaf die glucosus calcicus in plaats van de bromuron. En dat sloeg zo in dat ze elkaar gingen behandelen. En ik ben wel lang uit mijn praktijk en ik krijg altijd nog vragen over dat GLC. En ik heb altijd nog de angst ertoe gehad dat iemand dat tablet in zou sturen en de samenstelling dus ook zou overklaren. Ja. Dat is gelukkig nooit gebeurd. Ja, ik denk niet meer indruk op mij. Onder de huidige wetgeving ben je strafbaar. Want het probleem is dat in Nederland mag je geen placebo geven zonder dat je vertelt dat het een placebo is. En dan is het effect natuurlijk het belangrijkste deel. Niet helemaal, want er is ook een experiment gedaan nu waarin gezegd wordt, placebo's hebben een werking, we willen uitzoeken hoeveel, dit is een placebo, etc. Dus, en dan nog even een placebo werking. Maar het is natuurlijk onzin dat we in Nederland, dat je moet uitleggen dat het een placebo is. Als niemand meer een vraag heeft, dan had ik er nog één. Oh, er is er nog één. Ik kan helaas geen zuurstof bieden hier. Ik zal straks even kijken wat eraan was. Ja. Hij komt eraan. Dank u wel. Je had het net over het boek van Holst. Ik heb, toen het net uit was, ook geprobeerd getracht daar doorheen te komen. Dat is niet gelukt. Ik moest op een gegeven moment afhaken. Maar wat mij wel gefrappeerd heeft, dat wist ik al uit een paar artikelen, vooruitlopend op de hoek. Patiënten die zich dan dingen konden herinneren, in het geval van het gebit. En niemand wist waar het gebit gebleven was. En de patiënt zelf kon dat aangeven. Ja. Kunt u dat verklaren? Ja. Nou, ik weet niet of u wel eens op zo'n afdeling geweest bent waar de patiënt in een acute situatie binnengebracht wordt, waar heel snel gehandeld wordt. En dit was ook zo'n patiënt die daar binnen werd gebracht.
En dat gebit, dat werd dus uit zijn mond genomen, routine. En niemand wist waar het lag en hij wist blijkbaar wel. En er werd gezegd, hij was buiten bewustzijn. Dan heb je, in het bewustzijn heb je stadia. En er is een stadium dat we minimum conscious noemen. Dat mensen lijken bewusteloos, maar ze weten nog wel zo hier en daar zich te herinneren wat er in de omgeving gebeurd is. En het probleem is dat je onder dat soort omstandigheden die stadia in een bewusteloosheid niet kan meten, of er wordt niet gemeten, er is geen tijd voor. En we weten dus niet in wat voor stadium zo'n patiënt geweest is. Dus dat zijn allemaal voorbeelden die, er wordt er gezegd, hij had geen bewustzijn. Maar dat is niet vastgesteld en de graad van bewusteloosheid is niet vastgesteld. Dus dat heeft verder als illustratie ook geen betekenis. En zo kunnen we eindeloos doorgaan in een eindeloos bewustzijn. Ja, ik zie toch een hand. Ja, ik was een beetje geïntrigeerd geraakt van het begin wat u vertelde van als mensen overleden zijn, dat het hersenweefsel doorleeft. Als bewustzijn in de hersenen zit, wat maakt iemand dan mee van zijn eigen begrafenis of crematie? Ik was niet bang om te sterven, maar nou, nou weet ik het niet meer. Nou, voor bewustzijn heb je niet alleen een paar cellen nodig die actief zijn, maar je hebt een heel complex netwerk nodig in de prefrontale cortex en de thalamus die met elkaar communiceren. En dat gebeurt niet op het moment na het overlijden. Gebeurt dat niet meer. En het gebeurt ook niet bij ons in de kweek, want het gaat om hele kleine stukjes hersenweefsel die gekweekt worden in de praktijk. En je moet dus een onderscheid maken tussen een brein, wat is voor communicatie, wat voor bewustzijn, en cellen die nog wel functioneren, maar niet meer tot een geheel in staat zijn. En wel cellen die eindeloos kunnen overleven, maar op zichzelf niet het leven van een persoon betekenen. Daar heb je dus een volledig functionerend brein voor nodig. Ik was een keer een vrouw en die vroeg of wij wilden wachten met de obductie tot haar aura verdwenen was. En ik heb haar gezegd dat ik nog nooit iemand geofficeerd heb die een aura had. Dat is heel geruststellend. Ja. Wat vindt u van de vrije wil van wat vind je van de vrije wil van Victor Lamme, dat wij geen vrije wil hebben? Ik vind het een prima boek, maar het wordt straks afgekraakt. Oh. Over een boek gesproken, Ger Klein beschreef zijn eigen leden als een niet meer goed werkend regelmechanisme, hè, als het slot de regeltechniek is. Dus daar had hij verstand van. Wat vond u dan van die beschrijving van het proces dat hij had doorgemaakt? Nou, uiteindelijk is natuurlijk manische impulsiviteit is een ontregeld brein. Dus, wat dat betreft kan ik dat volgen. Alleen wij zijn nog steeds bezig om te kijken hoe het moleculair ontregeld is en hoe we dat weer aan de gang kunnen krijgen. Maar het is een ontregeling. Want de mensen die hebben ook hele goede periodes. Dan opeens dan gaat die hele cyclus weer zijn gang. Ja, dat beschrijft hij ook heel mooi. Ik denk dat we nu slot hier aan moeten maken, tenzij iemand zich ontzettend teleurgesteld vond. Ja, ik zie daar nog een aantal jaar geleden is in deze kring een voordracht geweest over de opslag in je geheugen en de rol die de hippocampus en de amygdala daarbij speelden. En daarbij was als een belangrijk onderdeel van de experimenten dat ze gezonde proefpersonen, studenten,
uitrusten met een helm en waarop ze de magnetische veldjes konden laten in hun werk. En, nou, er is niks gezegd over de sturing van die veldjes en de kracht en dergelijke, maar wel over het effect dat dat kon hebben op allerlei ervaringen, zoals religieuze ervaringen en dergelijke. En ja, ik ben heel benieuwd of u daar nog iets over kunt zeggen, wat dat dan, is dat dan ook een placebo effect of is dit iets wat inderdaad gericht kan worden toegepast? Nou, ik vind het heel moeilijk om op een experiment te reageren wat ik niet ken. Sorry. Ja, we moeten er nu echt een eind aan maken. We vragen nog 10 minuten in blessuretijd, heb ik begrepen. Dus er is nu een korte pauze. Maar voordat het zover is, dank u wel. We zijn gewend daar wat mee te doen, denk ik, dames. Dat iedereen naar huis kan gaan.